Roos, fijne mens. Ja, het is bizar, maar waar. Ze hebben mijn boomstam weggehaald. Kijk. Hier lag hij altijd. Jarenlang. En nou is hij opeens weggehaald. En dat was een prachtige boomstam. Ik was op de trein en je ziet dat andere filmpje, maar andere YouTube kanaal of in mijn playlist staat dat filmpje nog. Ook altijd het stampen en het boksen bij en tegen die bomen. Je kon onderlangs stampen en bovenlangs kon je bokstrainingen doen. En ze hebben hem gewoon weggehaald nou. Ik weet niet of het wat te doen heeft met de opgave hier op de gobbert. In verband met die bommen wat ze zoeken zijn. Hey. Dat is deelterrein 2. Daarna gaan ze dit hier doen. 3, daarna achter is 1 en dan daar 4. Zo gaan ze langzaam afgraven. Ik weet niet wat de bedoeling is, ze graven maar een halve meter af. Waar natuurlijk geen zon aan de dijk zit. Want ik weet van mijn neefje, die heeft 6 van die metalen dekkers. Ze gaan altijd zoeken. Ook bij boeren, daar hebben ze dan een afspraak mee. Maar ze vinden elk jaar, als die boer het geploegd heeft, vinden ze weer nieuwe minuutjes en andere dingen. Dus dit heeft weinig nut, een halve meter. Want uiteindelijk komt die grond weer naar boven. En die werkt. Dus dan heb je over een paar jaar, heb je weer, als je een concert opbouwt, heb je weer dat je een minuutje vindt zoals bij Guns N' Roses. Maar dat ze mijn fucking boomstam hebben weggehaald. Daar flip ik wel van. Dat was zo'n mooie trainingsmogelijkheid. Godverdomme. Ja, ja, hier zie je het van die gebieden. Deel 4, deel gebied 1, 2, 3 en deel gebied 5 van de opgravingen naar munitie. Maar kut, ik flip hier wel van. Dat ik godverdomme niet meer kan trainen op mijn boom. Maar ja, we gaan verder. Nog 10 minuten schat ik. Later.